Hartelijk welkom bij deze uitzending van Hunenu. Wij zijn vandaag te gast bij Bloem en Tuin. Hoewel, tijdens deze opnames zijn ze nog druk bezig met de opbouw. Maar u kunt hier terecht vanaf 25 juli tot en met 3 augustus. Dierenrijk Europa is van naam veranderd. Het is voortaan Dierenrijk. Een van de redenen is dat er weer 2 nieuwe bewoners zijn. Puberende olifantjes. We zijn vandaag in het dierenrijk in Nuenen Mierlo. Daar komen vandaag 3 olifanten. Kunnen jullie iets vertellen over deze olifant hier op de achtergrond? Nou, dit is Sibu. Die is eigenlijk net een uurtje geleden binnengekomen. Hij staat hier rustig in zijn verblijf. Hij komt uit Blijdorp uit Rotterdam. En ja, het gaat eigenlijk heel goed. Is hij al een beetje gewend of is het al een beetje nieuwigheid? Ja, het is zeker nieuwigheid. Hij is wel rustig aan het eten, maar hij loopt ook steeds rondjes om alles een keer te bekijken. En ja, hij is nou de komende dagen zijn verblijf aan het verkennen. En daar ook zijn nieuwe collega-olifanten. En hoe oud is hij? Hij is ongeveer 4 jaar oud. En wat voor gewicht heeft hij? Zo'n 1500 kilo. Dat is al niet mis voor een 4-jarige. Die ziet er niet veel. Nee, zeker niet. Dus, maar ja, hij zal misschien zo'n 6000 gaan worden, dus er komt nog wel een stukje bij. En de toekomst, wat brengt de toekomst nog? Komen er nog meer bij als deze 3 of blijven het al voorlopig bij? Voorlopig zal met 3 blijven. We hebben 3 stallen, dus 3 olifanten kunnen we kwijt. En dat zal voor de komende jaren wel zo blijven. Maar in eerste instantie was het toch een dierenrijk Europa. Waarom komen er nou 3 olifanten bij? Nou, eigenlijk zijn we van het Europese gedeelte zijn we allemaal afgestapt. Zoals we hebben tijgers bijgekregen, we krijgen nog kraagberen. We krijgen van allerlei dieren buiten Europa's. Zoals ze misschien dadelijk horen, zien we ook nog gibbons, ze horen we in de verte. Dus dat zijn allemaal dieren buiten Europa. En het is eigenlijk nu richt op Europese en Aziatische dieren. Dus meer multifunctioneel en multicultureel. Ja, absoluut. Je krijgt veel leukere en bijzondere diersoorten ook op zo'n manier. Dus je blijft steeds veranderen en evolueren. Wens ik jullie veel succes met de nieuwe aanwinst. Dank u wel. Dus we kunnen zeker succes gebruiken.
Ho, ho. Net als Sibu even het verblijf aan het verkennen. Hij voelt een beetje aan de muren en aan de schuiven, hoe het dan met elkaar zit. En ze hebben elkaar ook al gehoord. Ja. Denk je dat ze vriend worden? Ik hoop het. Olifanten kunnen heel goed horen. En wij merkten aan Sibu dat toen Tan Mian nog in de kist zat, dat ze elkaar al opgemerkt hadden. Sibu begon een beetje rustig te gaan staan. Dus we hopen dat ze vriendjes worden. Ja. Is het nou moeilijk, zo'n olifant verhuizen? Ja, er komt vooral een hele hoop bij kijken. Als je een vogel bijvoorbeeld gaat verhuizen, die stop je in een kistje en kan je in de auto zetten en die kan je naar de nieuwe dierentuin brengen. Maar een olifant die dus 2200 kilo weegt, die kan je niet in een kistje stoppen en zomaar achter in je auto zetten. Dus er komen vooral heel veel mensen bij kijken die moeten helpen. En verder, deze olifant die moest dus zelf beslissen of dat hij vanmorgen heel vroeg in die kist ging lopen. Als hij dat niet zou doen, dan gaat de verhuizing niet door. Dus dat is wat erbij komt kijken. Een week na de aankomst van de drie olifanten werd het olifantenverblijf officieel geopend. Goedemorgen allemaal, nogmaals welkom. Ik ben Jan Blijmberg, ik ben divisiedirecteur binnen Libema Attractiepark en Vakantieparken. Ik heet u ook van harte welkom namens Dirk Lips, onze algemeen directeur. Hij kon er vandaag niet bij zijn, maar heeft gevraagd aan mij om de honneurs waar te nemen. Nou, dat doe ik natuurlijk van harte, zeker met zo'n speciale dag als vandaag. Een beetje piepen zo te horen. Het is natuurlijk een hele speciale dag, een hoogtepunt en een mijlpaal in het korte bestaan van ons dierenpark. Als we kijken, 4 jaar geleden toen we het openden, toen zijn we gestart met alleen maar in de collectie Europese dieren. En we merkten eigenlijk, ondanks de ontzettend flitsende start, dat we al vrij snel tegen de grenzen aanliepen bij de uitbreiding van spannende dieren. Ze hebben gezegd, we moeten over de grenzen van Europa gaan kijken om nog meer spannende dieren binnen te krijgen en om een groei te kunnen maken met ons park. Toen hebben we gebrainstormd welke dieren we dan zouden moeten binnenhalen. We hebben gedacht aan het Afrikaanse continent, maar dat leek ons een heel slecht plan. Want we hebben natuurlijk een hartstikke mooi safaripark Beekse Bergen met 1500 dieren, met name Afrikaanse dieren. Dus om dan hier ook nog een tweede Afrikaanse dierenpark te beginnen, leek me geen goed plan. Dus we hebben verder gebrainstormd en toen kwamen we eigenlijk vrij snel uit op het Aziatische continent. En eigenlijk dachten we daarvan meteen, dat is een goede keuze. Daar woonden hele mooie spannende dieren. Laten we daar de beslissingen nemen. Nou, dan denk je meteen natuurlijk, wat is dan een mooi dier uit Azië? En dan kom je eigenlijk al heel snel uit bij een Aziatische olifant. Maar we zijn er nog niet. We hebben gezegd, we hebben de ambitie ingezet met Dierenrijk. We gaan nog veel verder. Dat betekent dat we gaan nadenken om nog meer dieren, spannende dieren, binnen te krijgen binnen het Dierenrijk. En dan denken we bijvoorbeeld aan de Indische neushoorn. Wellicht een orang-outang, ligt gevoelig, maar dat proberen we zeker wel. We proberen de Aziatische leeuw, die het uitsterven bedreigd is, maar inmiddels weer binnen diverse dierentuinen weer wordt gefokt. We denken dit jaar nog aan kraagbeer, het verblijf voldoende gebouwd, die lopen we zo meteen langs. Dus we hebben nogal ambitie. En die ambitie, die betekent dat Dierenrijk in feite het segment van kleine dierenparken gaat ontstijgen en mee gaat tellen met een grote dierenpark in Nederland. En daar zijn we. Nou, vandaag een belangrijke dag. En Jim Bakkum, u kent hem allemaal van Idols, gaat vandaag het verblijf openen. Daar zijn we ook trots op, dus
Ik ga u niet langer in spanning houden. Laten we zometeen proosten op dit prachtige verblijf en de drie nieuwe olifanten. Dank u wel. Hartstikke leuk dat je hier vandaag bent in Dierrijk. Wat heb jij met olifanten? Ja, wat heb ik met olifanten? Ja, dat wisten jullie niet, maar het is echt al sinds voor mijn tiende mijn lievelingsdier. Dus toen ik je voor gevraagd werd, heb ik helemaal niet lang na te denken. Hoeveel poept een olifant nou op een dag? Kun jij daar een klein beetje een inschatting van maken? Nou, ik heb ze wel eens gezien, die hopen, in het dierentuin. En dat was niet weinig. Ik denk dat het rond de 20 kilo ligt. Zonder te spieken kom je een heel eind in de buurt. Ja? Maar we doen het maal 2,5. Okay. Zo'n 50 kilo op een dag. Okay. Stap op de rickshaw samen met Martin van Hees en met Lieke. En ik wil u allemaal vragen om met hem mee te gaan. Dat gaat best snel. De ruimte heeft om daadwerkelijk het nieuwe verblijf open te stellen. Klein leuk detail. Hij gaat dat doen middels een bel. En die bel die komt uit Burma. En 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kijk eens wat een volk. Wegwezen jongens, wegwezen. Wat had ik eerder gezegd? 50 kilo stront. De kermis. 5 dagen, plezier en feest. Maar toch wordt ook het traditionele karakter niet vergeten. Op zaterdagavond vindt altijd de officiële aanzegging plaats. En ieder jaar door een andere gilde of schutterij. Dit jaar bestond de stoet uit het Sint-Anna-gilde, de Antonius-schutterij, het Sint-Catharina-gilde en brassband De Vooruitgang. De officiële aanzegging werd gedaan door de Antonius-schutterij. Vroeger was het zo dat de gilde een belangrijke rol vervulde bij het verpachten en het opbouwen van de jaarlijkse kermis. Tegenwoordig heeft de gemeentelijke overheid een gedeelte van deze taak van ons overgenomen. Want bij dat verpachten van die jaarlijkse kermis hoorde ook het keuren van het bier in de diverse etablissementen. Dus de gemeente heeft een gedeelte overgenomen en dat is dan het gedeelte wat betreft het verpachten en het opbouwen. We bemoeien ons daar niet meer mee. Voor ons blijft slechts die ceremoniële taak die we bij deze vervullen en het keuren van het bier. Want zo dadelijk zult u zien tijdens de rondgang over de kermis dat die taak gerust aan de gildes en de schutterijen overgelaten kan worden. Dames en heren, het aanzeggen van de kermis door de gilden is een hele mooie traditie. En deze traditie is een traditie die niet alleen maar een traditie is, maar heeft ook een betekenis. Want de gildes en ook de muziekkorpsen in onze gemeenschap betekenen voor onze gemeenschap veel meer dan alleen maar het aanzeggen van een kermis of het present zijn wanneer er wat te drinken valt. Ze hebben ook veel andere activiteiten, zelfs met de kermis. Ik denk aan het Anna-gilde van het dorp die met de kermis actief is. Maar de andere gildes zullen dat zeker ook zijn, zeker in de loop van het jaar. Het
Het is ook niet voor niks zo dat de kermis alleen maar een kermis is. Nee, er zijn ook allerlei activiteiten tijdens en rondom die kermis. Voor ouderen, voor jongeren, voor gehandicapten, voor Poolse kinderen. En dat maakt het dus tot een hele mooie 4 dagen lang een plezier wat we natuurlijk veel te danken hebben aan de kermisexploitanten die het toch maar weer voor elkaar gekregen hebben om een kermis neer te zetten die er weer anders uitziet dan het vorig jaar. Met nieuwe attracties. Een kermis die het niet af hoeft te leggen tegenover allerlei activiteiten waar we tegenwoordig mee verwend zijn. Er zijn 2 versies over het ontstaan van de kermis. De eerste versie is afkomstig van kerkmis. En dat is een feestelijke mis ter viering en herdenking van de stichting van de kerk of een feestdag van de patroon, de beschermheer. De tweede versie is een afgeleide van de jaarmarkt, de handel. Een aantal kermisbezoekers wisten dat ook. Weet u waar oorspronkelijk de kermis vandaan komt? Oei, dat is al meteen een hele moeilijke vraag. Ik denk dat het een christelijk feest is geweest. Voor die tijd was het al een heidens feest, maar ik heb me laten vertellen dat het wel iets met de kerkmis te maken moet hebben. En dat het dus vanuit vroeger rond de kerk 1 keer per jaar wel een grote jaarmarkt of een feest was. De oorsprong van de kermis, daar kan ik geen jaartal op noemen. Ik kan wel zeggen dat het een activiteit was waar vooral in de dorpen men een heel jaar naar uitkeek. De ontspanning was toen inderdaad veel minder verzorgd wat we nu hebben met onze nationale zenders en onze betaalde zenders. Maar toen was de kermis een gebruik, en dan heb ik het rond 1800 toch wel, dat men daar naar uitkeek en daar gewoon vooral in de dorpen de jeugd van het ene dorp naar het andere dorp ging. En daar zijn dan ook veel vrije rijen uit ontstaan en zelfs huwelijken en alles wat daarbij hoort. Ja, de kermis is een oud festijn wat in de middeleeuwen al gevierd werd en meestal te maken had met het vieren van de patroonheiligen van de kerk. Dat is heel lang weg geweest en is hier in onze contrijen weer teruggekomen na de Eerste Wereldoorlog. Nee, dat zou ik niet weten. Wat betekent de kermis voor uzelf? Oh, voor mezelf betekent dat op de eerste plaats gezelligheid. En gezelligheid is dan iets wat altijd te maken heeft met het bij elkaar zijn, met een gemeenschap zijn. En dat vind ik wel het meest mooie eigenlijk van een feest zoals ook de kermis is. Het is een moment in het jaar waar toch wel naar uitgekeken wordt. Het klinkt een beetje raar als ik een volgorde, een prioriteitenlijst in ga stellen. Maar kermis hoort dan toch zeker bij die top 5 voor mij als Bourgondische mens. Hard werken. Vooral hard werken. Als ambtenaar ben ik betrokken bij het opzetten van de kermis. Samen met kermisexpertant meneer Stuy. Doe ik nou voor het 3e jaar. Zorgen dat er een leuke kermis in Nuenegerve wanneer de wetten komt. Nou heb ik je net bij het gemeentehuis horen zeggen dat de taak van de gildebroeders is om het bier te testen. Is het gelukt? Ja, maar wij zijn pas bij 1 adres geweest. En de conclusie tot nu toe is dat dit bier goed te drinken is. Ja. Het is goed te drinken, ja. Ja.
Vrouwencentrum De Vlinder worden cursussen exotisch koken gegeven. Nu zijn een aantal recepten van buitenlandse vrouwen verzameld in een kookboekje. En de presentatie van dit boekje was natuurlijk reden voor een feestje. Op zondag 29 juni werd in het klooster een exotisch kookboek gepresenteerd. Met lekkere hapjes, zang en dans kon men kennis nemen van dit speciale boek. Presentatie van een kookboekje. Kun je eens vertellen hoe dit ontstaan is? Nou, het is een initiatief van Lidwien Bagge, dus vrijwilliger bij het Vrouwencentrum De Vlinder. En zij gaat een beetje over de promotie van het Vrouwencentrum. En toen kwam ze op het idee om een kookboek van alle vrouwen zeg maar, te maken. En op die manier is het zeg maar, gaan rollen. En hoe ben jij erbij terecht gekomen? Nou, ik ben stagiaire bij het Vrouwencentrum via de BWI. En ze hebben mij gevraagd of ik daar een beetje mee in kon helpen met interviews en recepten verzamelen. Een beetje met de vrouwen gaan praten en zo over het kookboek. Niet alleen de dames lieten zich van hun beste kant zien, maar ook de mannen zetten hun beste beentje voort. Want hoe zijn jullie nou aan de recepten gekomen? Nou, de recepten hebben de vrouwen zelf gemaakt en bedacht. En ik heb ze een beetje mooi uitgetypt en zo mooi bewerkt. Zodat het ook leuk in het kookboekje kan komen te staan. En ze hebben ook een keer recepten gemaakt voor een bijeenkomst. Om foto's te maken van de recepten, was heel erg leuk. Ja, zo is het een beetje ontstaan. En wat willen jullie nou verder met het boekje? Het gaat eigenlijk in eerste instantie om de promotie van het vrouwencentrum. En in de tweede plaats is het om mensen in Nuenen, want het wordt eigenlijk alleen in Nuenen verkocht. Ja, verkocht tussen aanhalingstekens, want het wordt gratis weggegeven eigenlijk. Met een eventuele bijdrage. En wat willen we daarmee? We willen eigenlijk dat mensen in Nuenen zien wat voor vrouwen, wat voor verschillende nationaliteiten er in Nuenen zijn. Had je het net even over een kleine bijdrage, want wordt het niet verkocht, het boekje? Nee, het wordt niet verkocht, maar in de kookwinkel hier in Nuenen komt het te liggen. En daar kunnen mensen ook eventueel een eigen bijdrage daaraan leveren. Nou heb jij volgens mij, denk ik, wel hulp gehad bij het maken van het boekje. Ja, zeker. Ik heb een goede vriendin van mij ingeschakeld voor de vormgeving van het kookboekje, Renske van Rothuizen. Dan ga ik eens even naar jouw goede vriendin toe. Ja. Nou, jij bent dus die vriendin van Trudy. Ja. Op wat voor manier heb jij je medewerking verleend?
Ik heb het, het boekje voor hem gegeven en samen met Trudy heb ik foto's gemaakt voor in het kookboekje. Wat houdt vormgeven in? De tekst op de juiste plek zetten, juiste lettertypes en zo. En, ja, ik heb vooral veel kleur in gestopt voor het vrouwencentrum, voor de vlinder. En maar heb jij daar opleiding toe gehad of zo? Ik zit nu in het eerste jaar van Sint Lucas in Boksel. Ik heb daar gewoon de basisweetjes van de programma's geleerd. Hey, en nou heet het boekje, dat heet Koken met je hart. Kun je vertellen hoe jullie aan die naam gekomen zijn? Ja, de meeste kookboeken gaat gewoon over de recepten van vrouwen en van mensen. Alleen bij ons in het kookboek staat ook nog interviews en over het leven van de vrouwen. Echt koken uit je hart. Ook de Wereldwinkel mag op zo'n evenement natuurlijk niet ontbreken. Zij laten in standjes allerlei spullen zien die in andere landen door de vrouwen en eventueel ook de mannen gemaakt worden. Hoe vond je het om met buitenlandse vrouwen te werken? Ja, heel erg leuk. Ja, ze zijn allemaal echt heel erg lief. Je wordt echt met een warm hart ontvangen iedere keer bij iedereen thuis. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind het jammer dat ik weer weg moet eigenlijk. Zou je iets willen zeggen tegen de Nunense vrouwen? Nou, kom allemaal een keertje langs in het vrouwencentrum, want het is altijd heel erg gezellig. We hebben heel veel leuke dingen te doen en je ontmoet heel veel verschillende culturen. Het gaat er nu van komen. Het zit hier in. Nou, mevrouw Lichtvoet, dan richt ik het woord tot u. En met heel veel trots wil ik u dan bij deze het boekje overhandigen, wat u ook meteen mag uitpakken. Alsjeblieft. Niemand had het nog gezien. Echt het eerste. Dankjewel, Litwin. Jij was de initiatiefnemer tot het gebeuren vandaag. Koken met je hart. Mooi kookboekje. Prachtig. Het ziet er mooi uit, Renske. Trudy, leuk. Ik ga het gauw lezen en gebruiken. Dank ook aan de Brede Welzijnsinstelling en alle mensen, alle vrouwen die de recepten hebben geleverd. Ik ben er erg blij mee. Ik vind het ontzettend leuk. Ik hou van koken. Ik ben deels opgegroeid in Indonesië en heb van mijn moeder diverse recepten gekregen. En inderdaad op de manier waarop dat altijd ging, van nou ja, een beetje van dit, een beetje van dat. En zie dat maar eens om te toveren tot een leesbaar en vooral maakbaar recept. Dat is heel bijzonder. Onze schoondochter komt uit India. Ook zij houdt van koken. Ook van haar krijg ik recepten. En toen ik haar vertelde dat dit boekje vandaag zou worden uitgereikt, was ze helemaal enthousiast, want ze zei van, nou, ik wil daar ook graag kennis van nemen en ook graag daar de recepten uitmaken. Oh.
Je bent 11 jaar en op vakantie in Frankrijk en leest een boek van Agatha Christie. Als je het uit hebt, ben je zo onder de indruk van het verhaal, maar ook van de kaft in de pasteltinten. Wat doe je dan? Dan wil je ze allemaal hebben. Het begon met één boek van een serie van 75. Toen Ralf die serie compleet had, ging hij door met verzamelen en hij werd gesteund door vrienden en familie, die van de meest exotische orde van de wereld boeken en spullen van Agatha Christie meebrachten. Ik heb een groot aantal apartere uitgaves, waaronder eerste druk in het Engels en in het Nederlands. Het meest trots ben ik op een boek, Het Moord in de Orient Express, een Engelse uitgave, een eerste druk uit 1934. Die heb ik met geluk voor €75 gekocht. En cataloguswaarde ligt bijna op €2800. Dus dat zijn leuke dingen. Dus daar ben ik heel blij mee. Met zo'n waarde van één boek zou je verwachten dat de hele collectie toch wel een indrukwekkende waarde zou hebben. Maar Ralf weet het niet eens precies. Het is de verzamelerij. Het geld interesseert me heel weinig. Zeg maar niks. Het is zelfs zo dat ik in september voor de zoveelste keer naar Torquay ga in Engeland. Daar kom ik altijd graag. Haar geboorteplaats. Daar hebben ze ook een eigen museum. Met daar ook een aparte Agatha Christie vleugel. En dan ga ik ook een heel groot aantal apartere items doneren voor onbepaalde tijd. Dus het is niet alleen het verzamelen voor mezelf, maar ook voor anderen dat die er ook van kunnen genieten. Dus die gaan daar naartoe en kosteloos. Dus. Een paar maanden geleden is Ralf met vrienden naar Engeland geweest om het museum in Torquay te bezoeken. Hij heeft daar met de directie gesproken en afspraken gemaakt over een deel van zijn verzameling die binnenkort daar te zien zal zijn. Ja, het was schitterend. Het was een echte ouderwetse bibliotheek waar allemaal manuscripten lagen. Echte Engelse thee met koekjes. Het was hartstikke gezellig. En we hebben er denk ik ruim anderhalf uur met elkaar van gedachten geweest. Of niet alleen over de verzameling, maar het was ook mijn eerste kennismaking met de directrice. Dus ook inderdaad over mijn verzameling. En wat willen jullie wel hebben, wat willen jullie niet hebben? Ook verzekeringstechnisch uiteraard de boel wel goed krijgen. En dat die dingen in september aanstaande tijdens de vierde internationale week over Agatha Christie voor onbepaalde tijd gedoneerd worden door mij. En waaronder een aantal originele manuscripten van tv en verfilmingen. Ja, ik heb ook een rok van Agatha Christie, die wil ik doneren. Dus en ik heb nog wat brieven met handtekeningen en dergelijke. Ja, die hebben ze daar nog niet en die willen ze dolgraag hebben. Dus die ga ik dan ook schenken. Hey, ja, want die brief met handtekeningen heb ik gezien. Maar hoe kom je nou aan een rok van Agatha Christie? Die heb ik jaren geleden op een veiling gekocht. Toen heeft de familie haar buitenhuis bij Torquay hebben ze leeggehaald. En toen hebben ze een keuze gemaakt en hebben ze duizenden items hebben ze ter veiling gebracht. En daar heb ik toen die rok op de kop kunnen tikken in Engeland, ja. Doet het je geen pijn dan om die dan weg te geven? Nee, jullie geven hem voor onbepaalde tijd een bruikleen. En die, misschien heb je hem nog niet gezien, maar het is een afzichtelijke rok. Nou, mijn vriendin Marion die wil hem ook niet dragen. Dus er blijft maar één ding over. Is terugsturen waar het vandaan komt, ja. En dan is er natuurlijk nog die ene vraag die je iedere Agatha Christie-verzamelaar moet stellen. Waar zou je zelf nou nog een moord voor willen doen? Wat ik dolgraag nog zou willen hebben, maar dat is denk ik een ijdele hoop, omdat alles nog in bezit is van de familie, is een origineel manuscript van een van haar boeken. Er ligt er eentje, heeft de familie een bruikleen gegeven in een theater in Londen, waar de Mousetrap al bijna 60 jaar elke dag draait een aantal malen. En eentje ligt er ook nog in het museum waar we het over hebben gehad. Ja, als ik een van die manuscripten zou mogen krijgen, dan zou ik eventueel wel een moord voor kunnen begaan. Ja. Maar dat is het leuke van verzamelen. Dingen die je denkt nooit te zullen krijgen. Ja, misschien komt het moment nog een keer op een of andere manier. En ik ga de kleinzoon in september voor het eerst in lijfelijk ontmoeten. Dus ik ga mijn best doen. Dus wellicht dat hij wel zegt, alsjeblieft. Als er iets is waar ik me persoonlijk erg aan irriteer, is het zwerfvuil in onze gemooie gemeente Nuenen. Maar gelukkig zijn er meer mensen en maken zij de jeugd, onze toekomst, ook daarvan bewust. De buurt gaan schoonmaken, want het is weer nodig. Ja? Mensen maken er toch wel een rotzooi van. Ja? Niet iedereen gooit zijn afval in de afvalbak. Veel belandt op de straat. En dat is jammer. Zojuist hebben jullie met een aantal scholieren zwerfvuil opgehaald. Hoe komen jullie tot deze actie? Nou, we zijn een jaar of 5 geleden zijn wij begonnen. Samen met de gemeente.
De gemeente die wordt vertegenwoordigd door Moira Maarbier. Zijn we 5 jaar geleden aan tafel gaan zitten. En toen hebben wij dus zeg maar de Nune Schoon acties zijn wij opgestart. Dus met betrekking dus op zwerfafval. En dan een paar keer per jaar dus houden wij die acties. En met succes. En de kinderen bewust maken natuurlijk van het probleem zwerfafval. Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat wil je ermee bereiken, behalve een schoon Nune? Nou, het is ook educatief. Hè? De kinderen erop wijzen wat het probleem is. En kinderen die ervaren dat ook. Hè? Die zeggen van, het is onvoorstelbaar als ze zo'n actie hebben meegemaakt. Wat ze dus allemaal achterlaten, hè? De mensen aan troep. En vaak ja, zijn het toch ook de volwassenen die ook een puinhoop ervan maken. Want ook straks ook, we hebben een hoop tijdschriften aangetroffen. Die worden dus bezorgd. En ja, goed, alles wat ze over hebben, daar wordt dus zo de natuur in gegooid. Dus ja, een slecht voorbeeld is in ieder geval voor kinderen. Maar de essentie is echt de kinderen bewust maken dus van het probleem zwerfafval. En richten jullie je dan op een bepaalde leeftijdsgroep? Nee, in het algemeen. Dus we hebben vorige maand hebben we een actie gehouden met Pleincollege. Dus er zijn dan kinderen van 14, 15. En dan hier hebben we vandaag groep 6 gehad. Dat is een de leeftijd die varieert van 10 tot 11, zeg maar. Dus dat is heel variabel. Dus, ja. Maar ik tref wel ook in de natuur. Ik heb het er met collega's ook over gehad. Dat ik zeg, als je kijkt wat je in het buitengebied aantreft. Hè, dus daar tref je vuilniszakken, compleet meubilair, et cetera aan. Nou ja, daar zijn de volwassenen. En vaak, en dan trek ik ook weer een parallel. Ze zijn ook vaak veroordeelden ze dus zeg maar ook met hangjongeren de overlast. Ook wat vervuiling betreft. En dan zeg ik, nou steek eerst als volwassene hand in eigen boezem. En kijk eens wat er in het natuurgebied ligt. Dus bij deze zegt u tegen de gemiddelde Nunenaar? Nou, gewoon Nune schoon houden. En dat begint bij de volwassenen, ook een voorbeeld. En waar ik ook voor pleit is dat wij dus eigen woonomgeving, en dat is de essentie waar wij naartoe moeten, dus zelf, de buurt zelf schoon houden. We hebben een prachtige groene gemeente, maar de gemeente kan niet over alles opdraaien. Dus op een gegeven moment moeten de mensen ook zijn eigen verantwoording pakken en zijn eigen straat schoon houden. Dat is de essentie waar wij naartoe willen. En ja, dat is eigenlijk dan het doel. Sluit ik me helemaal bij je aan. Bedankt. Okay. Dit waren de onderwerpen van vandaag. Wij hopen dat u weer met plezier heeft gekeken en een indruk heeft kunnen krijgen van het tuinevenement Bloem en Tuin. Zoals gezegd, u kunt hier nog tot 3 augustus terecht. Na deze uitzending kunt u nog kijken naar de bijdrage van Ons Net TV. In verband met de vakantie start onze nieuwe Nu uitzending pas op 17 augustus. Het is bijna 11 uur op vrijdagochtend 26 juni 2008. Bij voetbalclub RKVV Nederwetten lopen de eerste gasten binnen. Op het voetbalveld is niemand te bekennen, maar in kantine De Koppel heerst een feestelijke stemming. Loco-burgemeester Ebbrink legt de laatste hand aan zijn speech. Dan komen de eregasten van vandaag binnen en kunnen rekenen op een warm onthaal.
Nou, fijn dat jullie allemaal zijn en hartelijk welkom hier bij voetbalvereniging Berouette. Eigenlijk had Jan het idee, had hij zelf de bedacht van, we gaan vandaag naar het paparazzi-centrum in Gelderland. Dan moet ik zeggen, er wordt er hier bij de kantine, in de kantine van Berouette wordt er heel vaak nagepraat, of nagepraat. Dus wat dat betreft zit je het al aardig in de richting. En ik denk dat de lokale burgemeester Emmerik daar nog wel een nare toelichting op kan geven. Jullie zien nu wel dat ik de ketting om mag hebben. En dat is aan te geven omdat wij als college van BRW het wel heel erg belangrijk vinden om jullie nu op dit tijdstip te zien afscheid nemen. Maar het gaat om jullie twee nu, want jullie zijn daar een heel belangrijk onderdeel van. En ik mag namens de burgemeester daar wel een toespraakje voor houden. En dat ga ik nu officieel doen. Jan en Maria, jullie nemen vandaag afscheid. En wat ons betreft, op dit moment nu, gedurende 17 jaren hebben jullie, Jan en Maria Renders, vakbekwaam en met enthousiasme het kantinebeheer gevoerd over de kantine van RKVVV Nederwet. Nou Maria, jij was daar eigenlijk officieel voor aangesteld. Maar Jan, die hielp jou wel een handje, nou eigenlijk waar die kon. Jullie hebben in die 17 jaar met hart en ziel gewerkt aan een zeer gastvrije en huiselijke thuisbasis voor de voetbalclub RKVVV Nederwet hier. Het is dan ook dat ik hier vandaag met veel genoegen kan mededelen dat het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, want nu moet ik wel heel erg officieel gaan worden, heeft besloten om jullie alle twee, Anneke heeft me verteld dat dat best wel uniek is, dat er nu twee uitgegeven worden, jullie weten nog niet wat, maar op jullie laatste werkdag van het seizoen 2007-2008 in deze kantine te decoreren met de bronzen gemeentelijke erepenning. Proficiat! We gaan even de officiële plichtplegingen doen en dan doe ik even keurig netjes mee. Vanavond is de laatste avond dat Jan en Maria Renders als kantinebeheerders zullen werken en dat wordt gevierd met een afscheidsfeest. Jan en Maria worden opgevolgd door Annelies en Annie Rijmakers. Op zondag worden ze geholpen door Mariette Volen, Betsy Tone, Elze ten Hoor en Hanny Evers. Voetbalvereniging RKVV Nederwetten bestaat sinds 1965. In 1983 werd het clubhuis samen met de kleedlokalen gebouwd. Het kerkdorp Nederwetten, met bijna 800 inwoners, heeft voor het seizoen 2008-2009 zes herenteams, één damesteam, één veteranenteam en drie jeugdelftallen die in het blauw-wit op het veld zullen verschijnen.
Ik ben burgemeester van Nuenen, Gerwe en Nederwetten, zoals de gemeentenaam voluit heet. Omdat we drie, nou eigenlijk zelfs vier dorpen hebben, want we hebben ook nog een kern die heet het Eenheid. Maar die komt niet in de officiële gemeentenaam voor, maar ik noem ze er wel graag bij. Hoe lang bent je burgemeester? Ik ben hier burgemeester vanaf 2001. Ja, en dat bevalt heel erg goed. Het is een hele interessante gemeente waar heel veel gebeurt. Heel veel verenigingen op allerlei gebieden, sport, heel veel sportverenigingen natuurlijk in alle soorten en maten. En veel culturele verenigingen, heel veel koren, muziekgezelschappen, toneelgezelschappen. Dus echt een hele actieve gemeente. We hebben natuurlijk ook veel dingen te doen. We zijn heel veel huizen aan het bouwen en voorbereiden. Totaal moeten we tot 2030 ongeveer 3000 woningen bouwen, dus dat is een heleboel. Als je in het dorp nu rondloopt, dan zie je al dat er op een aantal plaatsen begonnen is. En binnen een paar jaar zal dat op nog veel meer plaatsen zijn. Ik ben nu in totaal dit jaar 23 jaar burgemeester. Hiervoor zat ik in Oosterhout en daarvoor in Hilvarenbeek. En weer daarvoor toen werkte ik in deze regio bij het regionaal bestuur. Bij de toenmalige agglomeratie Eindhoven. Dus dat doe ik al zo'n beetje 35 jaar in de overheidsdienst. En dat bevalt me heel erg goed. De gemeenteraad is het hoogste orgaan. Die nemen de hoofdbeslissingen, geven ook de richting aan bepaalde kaders. En dan heb je het college van burgemeester en wethouders. En die zijn belast met de voorbereiding van die besluiten, maar ook met de uitvoering daarvan. Zodat je het niet alleen hoeft te doen. En vergeet niet onze medewerkers, de ambtelijke organisatie, onmisbaar. Zonder medewerkers zou helemaal niets kunnen gebeuren. Want daar zit ook de deskundigheid en die geven de adviezen hoe we het moeten doen. Dus in die zin is het geen eenzaam beroep waar je zelf beslissingen moet nemen. Helemaal in je eentje, dat komt zelden voor. Ik kende Nuenen een beetje, omdat ik in de jaren 70 en begin jaren 80 in Sonnenbeugel gewoond heb, toen ik in Eindhoven werkte. En toen kwamen we, toen de kinderen klein waren, fietsten we wel eens naar Nuenen. Dus ik kende Nuenen nog wel wat. Ik wist niet dat Nuenen zo enorm gegroeid was. Dat ontdekte ik eigenlijk in 2001 pas. Ja, en als je dan in zo'n gemeente komt, dan ga je natuurlijk op onderzoek uit. Je gaat kennismaken met een heleboel mensen. Je brengt werkbezoeken, je leest en hoort heel veel. En ja, omdat je er de hele dag mee bezig mag zijn, leer je er heel snel bij. En wat dat betreft sta ik soms wel eens versteld dat ik mensen die in Nuenen geboren zijn, dat ik die al dingen kan uitleggen over hun eigen dorp. Maar het is ook een voorrecht natuurlijk als je er zo intensief bij betrokken mag zijn. Ja, de problemen in de stad, bedoel ik dan de veiligheid en de brandweer? Ja. Gebeurt dat ook bij u? We hebben in Nuenen in het bijzonder wel te maken met wat overlast van jeugdgroepen. En daar ben ik uiteraard ook bij betrokken. En dat moet overigens niet gedramatiseerd worden, want ik heb wel eens gezegd, met 95% van de jeugd in Nuenen gaat het heel erg goed. Die zijn heel erg actief, doen hele leuke dingen, geven nooit overlast. Maar doen natuurlijk wel dingen die bij jeugd horen. En er is helaas een klein groepje waar we wat meer overlast van hebben. Nou, daar zijn we natuurlijk intensief mee bezig om te proberen om daar mensen op andere gedachten te krijgen, dat ze andere dingen gaan doen. Want er zijn veel meer mooie dingen in het leven dan overlast veroorzaken. Ik was heel erg blij met dit initiatief voor dit interview, omdat ons NetTV heel erg actief geworden is sinds de glaskabel er ligt. En natuurlijk het initiatief om Omroep zonder beperking ook in verbinding te brengen met ons NetTV, daar was ik ook erg enthousiast over. Dus fijn dat wij hier samen zitten op dit moment. En dat geeft weer eens aan dat door de technische voorsprong die je hebt, dat we de glaskabel overal in Nuenen hebben, dat mensen ook op het idee komen om andere toepassingen te gaan doen. Dat veel meer mensen er nog nadenken zijn over wat kunnen we eigenlijk met die glaskabel en kunnen we bepaalde onderwerpen dichter bij de mensen thuis brengen. Bedenkers van ons net, die hebben eigenlijk als slogan, met een Engels woord,
de connected community, de verbonden gemeenschap, dat je door de technische toepassing mensen ook dichter bij elkaar kan brengen. En ja, een stuk individualisme wat er toch is, hè, dat mensen meer op zichzelf zijn, dat je dat weer kan compenseren door via technische verbanden mensen met elkaar in contact te brengen, gegevens uit te wisselen over en weer. Ik geloof dat het en moet zijn en het persoonlijk contact wat hier en daar nog best wat intensiever mag. Maar daarnaast ook goed gebruik maken van wat de techniek ons biedt. Dus blijf actief, zou ik zeggen tegen mensen. Zoek elkaar op, maar bied ook diensten aan. Mensen hebben tegenwoordig meer vrije tijd en besteed die natuurlijk voor de dingen die je zelf leuk vindt. Maar steek hem ook in dingen die de totale gemeenschap raken. Want dat is, kan ik uit eigen ervaring zeggen, zeer de moeite waard. Het maakt je leven heel wat rijker. Nou zitten we ook met ons NetTV. Ook met de omroep zonder beperking is dat misschien een idee om dat te kunnen uitbreiden. Dat is iets meer. Ja, altijd. Want het blijkt dat ook weer, waar we het net over hadden, door de toepassing van de techniek, dat het ook veel gemakkelijker is om met een camera opname te maken. Dus ik zou zeggen, iedereen die dat leuk vindt, die moet dat ook gaan doen. Elkaar bevragen op onderwerpen die interessant zijn, daar andere onderdeel van maken door dat uit te zenden. Dat maakt het alleen maar heel erg leuk. Is het leuk werk, interviewen? Ja. Ja, dat is, ja. We hebben ook heel veel mensen geïnterviewd. Ja. Maar buiten dit doe ik ook nog radiostation. Ja, dat is zo leuk. Ja, okay. Ja. Daar heb ik ook wat mensen geïnterviewd. Ja. De radio. Ja. Frans Bauer bijvoorbeeld. Frans Bauer ook. Ja, kijk. Ja.